In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit de vijfde reeks uit te werken en in te dienen. Nu wordt gevraagd een functie is ISBN te schrijven, waaraan een string als argument moet doorgegeven worden. De functie moet een booleaanse waarde teruggeven die aangeeft of het argument al dan niet een string is die een geldige ISBN-10-code voorstelt. We vertrekken bij het oplossen van deze oefening van onze oplossing van reeks 4. We gaan over naar PyCharm. Hier werd voor een ongekend aantal gevallen telkens de ISBN-10-code ingegeven als een string en werd bepaald en afgedrukt of het al dan niet ging om een geldige ISBN-10-code. In de huidige oefening wordt enkel gevraagd om voor één ingegeven ISBN-code een booleaanse waarde terug te geven. Dit kunnen we realiseren door het schrijven van een functie isISBN. We geven de ISBN-10-code mee als argument en de functie zal dan bepalen of de code geldig is of niet. In een latere fase kan deze functie opgeroepen worden voor een ongekend aantal gevallen. Aangezien we hier enkel één code willen testen en dit via een functie willen implementeren, kunnen we de herhaling verwijderen. Als ook de invoer. De te testen code wordt namelijk meegegeven als argument van de functie. De code voor het bepalen en testen van het controlecijfer brengen we dus over naar de functie isISBN. We passen de test zo aan dat steeds een booleaanse waarde wordt teruggegeven. In dit geval kan die if-clausule veel korter genoteerd worden. Het resultaat van de test wordt dadelijk als een booleaanse waarde teruggegeven. True wanneer de voorwaarden waar zijn, false indien niet. De printopdrachten kunnen verwijderd worden. In deze oplossing testen we bijkomend ook of het meegegeven argument een ISBN-10-code kan zijn. Het argument moet namelijk een string zijn, moet 10 karakters lang zijn en de eerste 9 karakters moeten numeriek zijn. We voegen de tests toe aan de code. Voldoet het argument niet aan deze voorwaarden, dan geeft de functie eveneens false weer. Om deze code uit te voeren in de Python-console, selecteren we voor eerst de volledige code en kiezen in het snelmenu Execute Selection in Console. In deze console geven we één van de testgevallen op en controleren of de output overeenkomt met het voorbeeld op Dodona. Onze code lijkt een correcte oplossing te geven. We kunnen ze nu indienen op Dodona. In deze oefening werd ons gevraagd een functie isISBN te schrijven waaraan een string als argument moet doorgegeven worden. De functie moet een booleaanse waarde teruggeven die aangeeft of het argument al dan niet een string is die een geldige ISBN-10-code voorstelt. Dit is het einde van deze video, waarbij de oplossing van de ISBN-oefening uit reeks 5 werd gedemonstreerd.